Het schijnt er dat voor wat betreft het dossier van minister Hoefdraad van de politie, dus het procesverbaal, bijna op straat ligt. Bijna ieder loopt wel eens met een kopie ervan rond. Analist Marcel Oostburg, die ook een kopie heeft, die sprak er vandaag met TBN Prime Alert en geeft eraan dat dit een politiek proces is. En hij geeft eraan waarom hij het een politiek proces noemt. Verder nog zijn er heel wat fouten gemaakt vanuit de zijde van de PG, maar ook door de politieagenten die de verhoren hebben afgenomen. Kortom, de heer Oostburg geeft aan waarom de minister van Financiën in feite onschuldig is in deze zaak. Is er iets bezwarend tegen meneer Hoefdraad hierin? Dus te beginnen mag ik verklaren dat ik het dossier inderdaad ken van kaf tot kaf. Behalve dat ik het dossier ken, ik ken ook de onderliggende stukken. En ook nog de processen verbalen opgemaakt door agent Pierkan en waar wie werd bijgestaan door een meneer die zichzelf noemt Florentis accountant en nog een andere meneer. Ik ken het schrijven welke de heer Kirpelani heeft gestuurd voor de minister. Ik ken de inhoud ervan. Ik ben ook kundig met zeg maar het compleet dossier. Inderdaad, zoals u eerder zei, dat ik het dossier ken. Ik heb het dossier helemaal geanalyseerd, dat is ook mijn werk. En ik heb gekeken naar wetten. In de eerste plaats kijk je naar wat artikel 140 zegt en wat de wet zegt verderop in het sturen van de Nationale Assemblée een verzoek door de procureur-generaal. Daar staat letterlijk dat er een korte omschrijving moet zijn. Wat heeft de procureur-generaal gedaan? De procureur-generaal heeft een compleet halve dossier gestuurd. En alleen maar bezwaren naar de minister. Niet wetende dat de minister echt onderliggende stukken heeft die het kunnen bewijzen. Verder verwijs ik naar een procesverbaal op 6 februari, genomen door 2 agenten van politie, bijgestaan dus door de Florentische accountant tussen haakjes, want dat is op dit ogenblik ook niet duidelijk. Op de vraag van de verbalisant of de heer Hoefdraad kennis heeft, of althans kennis draagt van de contracten, zegt hij duidelijk nee. Later verklaart hij, de heer Hoefdraad is op de hoogte. Maar wanneer was de heer Hoefdraad op de hoogte? De heer Hoefdraad was op de hoogte nadat hij een aantal zaken heeft gelezen op Facebook, social media. En hij de heer Kirpelani een app heeft gestuurd van check even wat er voor mij daar gebeurt. Daarna moeten we ook kijken naar de bankwet, artikel 2, artikel 4. Maar iedereen vergeet om naar artikel 5 en artikel 6 te kijken. Artikel 5, artikel 21 lid 5 van de bankwet zegt dat de governor hoofdelijk verantwoordelijk is van wat er bij de bank gebeurt. Om even terug te komen naar het verhoor van de heer Van Trich op 6 februari. Daar zegt hij in eerste instantie, de minister weet er niks van. Later komt hij terug en zegt, ja, de minister was op de hoogte. Maar dan zegt hij, ik heb onderliggende apps. En hij kreeg de ruimte van de politie om in zijn telefoon te gaan om de apps aan te bieden. En hij komt terug en hij zegt van, ik kan ze niet vinden in mijn mobiel. Maar ik denk dat ik ze heb in mijn laptop. De politie geeft hem de ruimte ook om zijn laptop te laten komen. En dan praten we over 9:00 morgens. Maar om 9:15 s'avonds is die laptop nog niet gekomen met het bewijsmateriaal. Dus zo zie je dus dat men halve waarheden richting DNA heeft gestuurd. En ik
verwacht niks anders van DNA dat DNA de vordering van de procureur Ginal zou afwezen. Zo simpel is dat. Ik bedoel, in deze tijd van COVID, in deze tijd waar de regering haar best doet om sociale projecten, sociale dingen, kan je dit niet maken. Eerlijk en ik kan geen schuld geven aan niemand, maar ik denk dus dat er veel politiek hierin achter zit. Het zou ook misschien goed zijn om even mijn tas in te gaan, om tenminste een aantal dingen te lezen die kunnen staan voor hetgeen ik heb gezegd. We beginnen met het procesverbaal bij de politie op 6 februari. De vraag is, waarom heeft de PG dit niet meegestuurd? Toch? Dat is een vraag. U mag mij helpen, het is veel. Het is veel. Nee, ik zet hem gewoon op de grond. Hoor. Het is veel. Korps Politie Suriname. Bestrijdig speciaal onderzoeksteam Pro Justitia P4 nummer 2020. U ziet, het is niet nep. Betreft voorhoor van de verdachte van Trick Robert Gray, procesverbaal. Met betrekking tot bijgaande processtukken verhoren wij Pirkan, Samir en Suku Kishnu, agenten van politie eerste klasse werkzaam in de anticorruptie unit op heden donderdag 6 februari 2020. Omstreeks 9 uur in en ter beschikking gestelde verdieping aan de Keizerstraat, de verdachte van Trick Robert Gray, en hij verklaart aan ons het volgende. Dan ga ik dat even overslaan. De verdachte wordt zijn rechten voorgehouden, etc. Daarna zeg ik dus dat op de vraag ik bezwaar heb dat de forensische accountant van Tewari aanzit. Tijdens dit forum moet ik u aan u verklaren, nee, ik heb geen bezwaar. Nu is meneer van Tewari. Ik bedoel, we kennen Tewari, maar Fon kennen we niet. In Suriname kennen we geen enkele Fon. Van Tewari is adel. De naam Tewari zegt mij veel, veel. Je hebt Tewari en zonen. En je allemaal Fon Tewari, dat zegt mij niks. En als nu een meneer van Tewari daar zit, als forensisch accountant, en blijkt dat die man geen forensisch accountant is, dan hebben we een serieus probleem in Suriname. Dan hebben we een serieus probleem in onze rechtsgang. Te meer nog dat deze meneer van Tewari 1,5 miljoen moet krijgen van de staat. Waarbij de procureurs-generaal zelf brieven heeft gestuurd en de klat heeft gezegd, waarmee bent u bezig? En ik heb die brieven ook hier als je ze wil hebben hoor. Toch? Maar dan lees je verder dat op de vraag hoe deze overeenkomst is gekomen, etcetera, etcetera. En als de minister er van op de hoogte was, zegt de heer Van Tricht nee. Toch? Ook de heren William Ori en Sugnandan, die zeggen van, de minister weet er niks van. Ook meneer Kirpelani stuurt een brief onlangs van, de politie heeft mij verkeerd begrepen, althans verkeerde dingen is geschreven. Ik vind dus dat voor zo'n zwaarwichtige kies, niet dat ik politieagenten eerste klasse een trap onder hun schede wil geven, maar dit is een te mega kies dat dit soort van mensen met dit soort van rangen moeten onderzoeken. Je brengt ons systeem in gevaar. Eerlijk, je brengt ons systeem in gevaar. Daar wil ik niet inhoudelijk ingaan op de 3 strafbare feiten zoals omschreven in het wetboek van strafrecht, welke de minister is verweten. De juristen hebben het helemaal uitgepluist. Als op het moment dat je zegt van dat ik heb verduisterd, moet je me zeggen wat ik heb verduisterd. Je moet me zeggen hoeveel ik heb verduisterd. En als je zegt van ik heb opgelicht, moet je ook zeggen wat ik heb opgelicht. Toch? Dat zegt strafvordering duidelijk. Dus ik vraag me af van, als dit zo makkelijk in Suriname kan, morgen, als ik uw politieke ambtsdrager ben en iemand houdt niet van u, staat ook hetzelfde lot aan u te wachten en dit zou niet kunnen. Ik zei nog tegen u dat de wet zegt dus dat
je een verkorte omschrijving moet sturen voor DNA. Ik heb het gescheiden. Toch? Dit had de PG eigenlijk voor DNA moeten sturen. Dit is een echt verkort. Maar wat doet de PG? Men stuurt dit ook mee. En is het hoeveel pagina's het heeft? Men stuurt dit ook mee. Ja, en je ziet, dat is niet verkort. Dat praat over 100 zoveel pagina's. En wat zit er allemaal hierin? Dingen waarvan men denkt. Dingen waarvan men denkt dat de minister zou bezwaren. Ik heb ook in het dossier gelieven over dubbelpletsing. Dubbelpletsing, dat ben ik gaan opzoeken en bestuderen hoor. Dubbelpletsing is... houdt niks meer anders in dan... je hebt twee keren een deal gesloten. Maar dat was het niet. Het was een deal van of. Of deel A of deel B. En men heeft gekozen voor zeg maar deel A. De politie zegt is dubbel pledging. Als je geen verstand van iets hebt, ga niet achter een typemachine zitten om iemand te verhoren, man. Je brengt ons rechtssysteem echt in gevaar. Serieus. Maar waarom is de oppositieleden, of waarom is de oppositie zo ervan overtuigd dat er wel bezwarende factoren aanwezig zijn dat verdere vervolging van de minister hierin wel nodig is? Luistert u nou. Dit is politiek. Dezezelfde wet is gemaakt door Nieuw Front. En wij als burger vallen rechtstreeks onder andere wetten. Politieke ambtsdragers vallen ook onder andere wetten. De oppositie, het is verkiezingstijd, de oppositie zal niks anders zeggen dat het niet waar is. Maar ik wil een tijd, nou kan ik geen vragen stellen. Bent u nu blij dat we een Afobakadam hebben? Het is van Suriname. Suriname spaart jaarlijks 60 tot 70 miljoen US dollar. De politie gebruikt stroom. U gebruikt het, ik gebruik het. Hetzelfde stroom wordt gebruikt op het parket. Ja, het is onze dam. En als het daarvoor geld geleend is om die dam af te betalen en het is richtig gegaan, dan is er niks aan de hand hoor. Dan nog zeg ik dit, de oppositie heeft zo vaak getracht om weer de minister van Financiën in een kwaad daglicht te stellen. Maar het gaat absoluut niet om de minister van Financiën. Ik heb het verder geanalyseerd. Het gaat om de president van de Republiek Suriname. Het is de minister van Financiën die onze economie op dit ogenblik draaiende houdt. Op het moment dat komt weg te vallen, gaan de Surinamers ontevreden worden. En dan krijgt de regering, met name de president, de schuld. Dus dat is politiek. Men gaat proberen om uit te schakelen de minister van Financiën die ons door al de crisis heeft... heeft ons door alle crisis heeft hij ons geleid naar betere tijden. Toch? En als je zo iemand uitschakelt, dan hebben we inderdaad een probleem. Op het ogenblik hebben we COVID. Er zijn sociale maatregelen getroffen. Hoe kan je zo'n minister op basis van halve waarheden, op kwart waarheden, hoe kan je hem dan ter beschikking stellen van het parket van de procureur-generaal? In landsbelang, in staatsbelang kan je dat absoluut niet doen. Serieus, dat is een mus. Als de oppositie zich realiseert dat waarmee ze bezig zijn, zouden ze ermee stoppen. Maar nogmaals, het gaat niet om hoefdraad. Het gaat om de kop van de president. En u zegt concreet, er is dus niets bezwarend tegen de minister van Financiën. Ik wil u het compleet dossier doen toekomen. En dan maak ik u, eigenlijk dacht ik u uit. U mag het met een jurist bekijken. En ik ben geen jurist hoor. Maar u en ik gaan dan samen met de jurist zitten en het analyseren. En dan praten we weer erover. Absoluut niks. Er is, kijk, de bankwet zegt het al. Artikel 21 lid 5. Het is de governor die hoofdelijk verantwoordelijk is wat er daar gebeurt bij de bank. Gaat u zeggen dat iemand van straat uitkomt en zegt, governor, je moet dat doen. De governor had moeten weten dat hij het niet mag doen. Zo werkt het. Want hij is daarvoor verantwoordelijk. Maar ik heb nergens gezien dat de directeur en de drie directeuren minister hebben bezwaard. Zegt u met zoveel woorden dat de ex-governor hierin dan de schuldige is? De wet maakt hem tot de schuldige niet. Ik zeg dat de bankwet, artikel 21 lid 5, maakt hem tot de schuldige. Wie ben ik om te zeggen dat hij de schuldige is? De wet zegt dat.
Heeft hij dergelijke handelingen gepleegd dat het daglicht niet kon schuwen? Met betrekking tot dat van de governor, inderdaad zijn er een aantal zaken die echt niet door de biegel kunnen. Inderdaad, dat zeg ik heel kort. Er zijn zaken die echt niet door de biegel kunnen en laten we alleen maar afwachten. Maar ik vrees nu wel, en dat moet ik ook kenbaar maken, dat op het moment bleek dat de Florentisch accountant geen Florentisch accountant is zoals hij zich voordoet, er een serieus probleem is. Want dan is alles onrechtmatig. Laten we daarover praten. Toch? Laten we daarover praten. Want er zijn al vragen gesteld. Ik denk dat de president zelf is aangeschreven door de minister. Dat de PG binnen zoveel tijd, ik denk tot vandaag, de ruimte heeft om te komen met de documenten dat de man inderdaad forensisch accountant is. Ik bedoel, je kan niet 3-4 dagen een seminar bijwonen en je noemt jezelf forensisch accountant. Gewoon een serieus probleem als rechtsgang.